Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik had gewoon super veel zin om lekker een kletsvideo op te nemen. Lekker rustig mijn make-up doen, vragen van jullie beantwoorden. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. Ik zit op een setting, op een plek waar ik nog nooit echt een video heb opgenomen, waar ik nog net op heb gezeten. Maar dit is mijn make-up hoekje. Dus ik ga vandaag lekker mijn make-up doen. Ik ga het lekker een beetje uitgebreid doen, zodat ik wat langer bezig ben. Ik ga jullie mijn make-up producten laten zien, want ik heb een paar nieuwe dingetjes. Een paar nieuwe maniertjes om mijn make-up te doen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Oké, ik ga in ieder geval beginnen met mijn haar eventjes vast te zetten. Oké, ik ga beginnen met mijn skincare beetje. Ik heb mijn gezicht net al gereinigd. Gewoon eventjes met een watje. Met dit micellairwater van Garnier. Die vind ik heel erg fijn. En sinds kort heb ik dus wat nieuwe gezichtsproducten van Madara. Ik ben het nog aan het testen. Ik gebruik nu ongeveer 2 weekjes. Maar de dagcreme vind ik wel echt super fijn. Maar ik doe als eerst deze oogcreme. Onder mijn ogen. Dat is logisch op zich. Daar pak ik echt maar een heel erg klein beetje van. En dat breng ik aan onder mijn ogen. Ik weet niet. Ik heb het idee als ik crème onder mijn ogen doe. Dat mijn concealer gewoon mooier zit uiteindelijk. Omdat het dan minder snel in die lijntjes gaat zitten. Omdat het dan minder zo droog lijkt ofzo. Dus ik doe eigenlijk altijd iets van een crème onder mijn ogen. En dan deze dagcreme ook van Madara met de vitamine C. En deze vind ik wel echt super fijn werken. Ik krijg een super gladde huid ervan. Dus deze vind ik echt heel erg fijn. Als ik bijvoorbeeld naar buiten ga, dan doe ik ook nog wel een SPF op, zonnebrand. Maar vandaag ga ik niet naar buiten. Ik blijf gewoon lekker de hele dag binnen, lekker video's opnemen. Dus vandaag doe ik dat niet. Oké, ik ga even mijn beauty blender nat maken. Oké, hier in mijn la heb ik allemaal make-up liggen. Dus als je denkt, waar kijk ze naar, dan zal dat het zijn. Ik ga beginnen met dit. Dit had ik dus op TikTok gezien. En dit breng je dus aan voordat je je foundation of iets gaat aanbrengen. En ik vind het eigenlijk wel heel erg fijn werken. Wat het precies doet, ik heb geen idee, maar het geeft gewoon best wel een mooie glow. Ik doe het eigenlijk altijd alleen op mijn wangen. En dit wrijf ik gewoon uit, over dus alleen mijn wangen. Dit is trouwens de eerste keer dat ik met mijn nieuwe camera een losse video opneem. Dus ik hoop dat hij goed scherp stelt en dat alles klopt en zo. Maar voor mij is het ook nog een beetje kijken van hoe werkt deze camera precies. Oké, ik ga beginnen met foundation. Dat is deze van MAC in de kleur C3. Gebruik ik echt al best wel lang. Hij is ook bijna op, ik moet even een nieuwe. Maar ik gebruik niet iedere dag foundation. Ik gebruik eigenlijk alleen foundation als ik foto's ga maken. Omdat ik het dan mooi vind dat mijn huid gewoon wat egaler is. Ik weet niet of je dat op camera goed kunt zien. Maar ik heb af en toe best wel een beetje rode wangen. Verder mag ik echt heel erg blij zijn met mijn huid. Maar als ik dan bijvoorbeeld ga contouren of blush wil aanbrengen, dan vind ik het gewoon mooier als er een laagje foundation onder zit. En deze foundation is best wel waterig. Dus heel erg natuurlijk. Dus wat ik doe is, ik doe een heel erg klein beetje, of nou heel klein beetje, ik doe wat op mijn hand. Dan pak ik de foundation kwast en dan breng ik het dus aan op de plekken waar ik het wil hebben. En niet al helemaal mooi, maar ik veeg het zeg maar gewoon ja, eroverheen. En ik weet niet, dit is gewoon, in de zomer is het voor mij echt de perfecte kleur. Vaak doe ik het alleen een beetje op mijn wangen eigenlijk, omdat ja, ik wil tegen het roodheid zeg maar en het is voornamelijk alleen rood op mijn wangen en een beetje hier bij mijn slaap. Maar eigenlijk op mijn neus doe ik het niet. Omdat ik in de zomer dus een paar sproetjes heb. En dat vind ik dus eigenlijk wel leuk. En mijn voorhoofd vind ik het niet echt nodig eerlijk gezegd. Dan pak ik een beauty blender en dan ga ik het ermee in deppen. Ik weet niet, ik vind gewoon dat dit het mooiste resultaat geeft ofzo. Deze video komt voor mij morgen zondag. Zondag de 17e of 18e ofzo. Ik heb geen idee welke dag is vandaag. Vandaag de 15e, oh grapje. Donderdag of zondag de 16e komt deze video voor mij online. En over een week zit ik op Ibiza. Miel en ik hebben eergisteren hebben een weekje Ibiza geboekt. Ibiza staat nu weer natuurlijk op code geel. Je mag er naartoe. Je hoeft niet in quarantaine als je terugkomt. Wat ik echt mega chill vindt. Je hoeft alleen op de heenweg een PCR-test te laten zien die negatief is. En op de terugweg hoeft dat dus niet meer. En we willen er gewoon super graag eventjes tussenuit. Ik heb de badpakken voor Fiore heb ik binnen, samples daarvan. Dus die gaan we meenemen. Daar gaan we foto's van maken.
dat ik mooie en leuke content heb voor View om te posten. Tussendoor ga ik eventjes mijn concealer pakken om op te doen. Want ik heb dus ook sinds vorige week een nieuwe concealer. Zoe had deze en die was hier helemaal lyrisch over. Dus ik heb hem ook besteld. En ik vind hem ook echt oprecht heel erg fijn. Ik heb hem in de kleur NC25. En die doe ik alleen onder mijn ogen. Die doe ik zeg maar hier in dit hoekje. En een beetje onder mijn oog. En dan zo'n streepje omhoog. En dat doe ik ook aan de andere kant. Maar wat zat ik nou te vertellen? Oh ja, Ibiza. Ja, we hadden gewoon super veel zin om op vakantie te gaan. Milan was ook jarig vorige week. Voor de mensen die mijn weekvlogs kijken, die weten dat Milan toen ook corona heeft gekregen. Dus wij zaten al helemaal van, oh, kunnen we straks naar Ibiza, bla bla. Maar gelukkig is dat geregeld, want hij is al nu ongeveer bijna een week uit quarantaine. Hij is bijna al mee klaar, zeg maar, met corona. Hij heeft al geen corona meer. Maar je lichaam kan natuurlijk nog positief testen, ook al ben je er van af. Het blijft volgens mij 2 maanden of zo. Kan het in je lichaam blijven? Kan je positief getest blijven voor het niet meer hebt? Dus ik had de GGD gebeld van, goh, is er iets tegen te doen of zo? En dat is er gelukkig. Dus hij heeft nu een soort van coronapaspoort gekregen waarin staat met de datum wanneer hij positief getest is. Dus ook de datum wanneer hij weer uit quarantaine mag. Dus dat hij eigenlijk nu gewoon een vrije man is, zeg maar. Dus dat is echt mega chill. Dus wij gaan vrijdag op zaterdag nacht vliegen we. 21 op 22 mei. Dus echt over een week zitten we er nu. Super chill. En we blijven tot 31 mei. En de vliegtijden zijn ook gewoon mega gunstig. Want we vliegen dan die vrijdag op zaterdag nacht om 6 uur ochtends. Of nou, gewoon zaterdagochtend om 6 uur ochtends vliegen we. En die 31 mei, die maandag erop zeg maar, vliegen we terug op 9 uur 's avonds. Dus ja, echt mega chill. Ik heb er zo intens veel zin in. Kijk, ik vind deze concealer gewoon zo mooi. Ik weet niet of je dat op camera goed kunt zien, maar ik vind deze concealer echt prachtig. Ja, oké. Okay. Wat ik dan nu doe, is ik pak mijn poeder en mijn kwast. Deze poeder is van MAC. Dit is de Medium Plus Mineralize Skin Finish Natural. Gewoon een poeder. En dan deze kwast van Real Techniques. En daar ga ik het eventjes onder mijn ogen mee afpoederen alvast. Zodat het zo min mogelijk gaat verplaatsen. Zodat het zo goed mogelijk blijft zitten. En dit doe ik alleen onder mijn ogen. Want op de rest van mijn gezicht ga ik nog creamy producten gebruiken. Dus dan kan je het beste nog geen poeder hebben gebruikt, zeg maar. Maar ja, ik heb ook gewoon super veel zin om op Ibiza gewoon eventjes lekker op vakantie. Sowieso dat we kunnen vind ik echt al super. En dat het gewoon nu kan. Dat het gewoon een soort van legaal is om op vakantie te gaan. Ibiza is sinds vandaag code geel. Dus dat is echt ook super fijn. Hoeven we terug niet in quarantaine. Hoeven maar 1 PCR-test te laten zien. We kunnen daar gewoon lekker ons ding doen. Op Ibiza zijn er ook echt super weinig besmettingen. Dus dat is natuurlijk ook wel fijn om te weten. En ik vind het gewoon onwijs leuk dat ik daar ook foto's kan gaan maken voor Viel, voor de badpak. Ik weet niet, ik vind dat toch leuker of zo. Gewoon leuke content om te plaatsen. Ik heb ook weer allemaal leuke ideeën voor Viel. Mensen die mij niet kennen of die deze video voor het eerst kijken. Hoi, ik ben Fleur. En ik heb een eigen webshop en dat heet dus Fiore. En vanaf begin juni is de zwemcollectie te koop. Het zijn allemaal badpakken. En die ga ik dus meenemen naar Ibiza om daar te shooten. Ja, gewoon foto's van te maken. En gelukkig wil Milan me daar ook bij helpen. Super lief. Oké, wat ik nu ga doen. Ik heb deze mini contour van Benefit. En ik heb er ook eentje van Chanel. Alleen, ik weet niet. Ik vind de laatste tijd die, ik vind hem wel chill hoor. Maar hij is best wel oranje af en toe. Dat is deze. De Tente Soleil. Die vind ik ook nog wel fijn. Soms gebruik ik die ook. Maar de laatste tijd ben ik meer van die Benefit stick. Ik wil ook super graag die Charlotte Tilbury contour stick. Alleen de kleur die ik nodig heb, die is steeds overal uitverkocht. Dus ik heb echt overal mijn mail ingevoerd. In de hoop dat die snel weer komt. Maar goed. Oké, wat ik doe is ik pak het stickje. En ik ga ongeveer zo hier op mijn jukbeenderen ga ik een paar stippen zetten. Het is meer om te bronzen. Het is niet echt om te contouren of zo. Dat doe ik ook aan de andere kant. En dat ga ik dan een beetje uitdeppen met mijn vingers. Ik weet het, ik vind cream producten de laatste tijd gewoon echt heel erg mooi. Gewoon heel natuurlijk en
beter dan al die poeders. Ik ga straks ook nog wel poeder gebruiken, maar ik weet niet, ik vind het gewoon echt mooi. Maar goed, laat ik er trouwens even een vraag bij pakken. Hier de vraag, hoeveel vriendjes heb je in totaal gehad? Nou, Milan, daar heb ik echt al bijna 5 jaar een relatie mee. Ook super leuk trouwens, want als we op Ibiza zitten, hebben we 5 jaar een relatie. 29 mei. Dus ik heb al heel lang een vriend eigenlijk, al 5 jaar. Daarvoor heb ik 1 echt vriendje gehad. En daarvoor op de basisschool heb je dan wel een vriendje, maar dat telt niet echt mee, want dan is het hoi hoi doei. Dus ja, eigenlijk met Milan erbij dan 2 echte vriendjes. Heel veel mensen die vragen of ik wel eens jaloers ben. In een vriendschap ben ik eigenlijk totaal niet jaloers. Ik vind alles leuk, alles goed. Ik gun iedereen eigenlijk bij alles. In een relatie ben je denk ik toch wel iets meer jaloers. Ik ga trouwens even de volgende stap doen. Ik kan echt zo niet make-up doen en praten tegelijk. Ik denk dat ik vooral gezonde jaloezie heb. Ik vind mezelf niet een heel erg jaloers persoon. Ik moet zeggen, toen ik 16 was. Ik zal even laten zien wat ik doe trouwens. Deze contourstick of deze highlighterstick van NYX in de kleur 05. Dus ook weer een creamy ding. En dat doe ik dan op mijn vinger. En daar ga ik ook een beetje mee zo over mijn gezicht heen. Ik moet zeggen, toen ik wat jonger was, toen Miu en ik net een relatie kregen. Toen was ik 16, echt net 16. Toen was ik wel echt een stuk jaloers. Maar ik denk dat het best wel normaal is als je jong bent. Dat als je jong bent, ben je gewoon nog een beetje jezelf aan het ontdekken. Je bent gewoon best wel onzeker ook, denk ik. En ja, ik kende Milan letterlijk 1 maand. Toen kregen we een relatie. Dus ik kende hem ook nog niet heel goed. Dus ik denk dat het sowieso logisch is dat je iemand in het begin, dat je dan wat jaloers bent in een relatie. Nu heb ik dat eigenlijk niet zo. Tuurlijk, af en toe heb je nog wel een klein dingetje. Maar ik vind mezelf eigenlijk niet echt een jaloers type. En als ik jaloers ben, dan is het wel zeg maar gewoon, ja, gezonde jaloezie. Dus nooit dat ik helemaal gek in mijn hoofd word of zo. Oké, dan. Ik heb niet echt een creamy blush of zo. Die wil ik ook heel graag van Charlotte Tilbury. Maar die heb ik nog niet. Dus wat ik nu ga doen is ik pak mijn poederkwast erbij en weer die poeder van net. En dan ga ik alleen een beetje over mijn voorhoofd heen. En heel licht over mijn kaak en over mijn kin. Eigenlijk de plekken waar ik niet echt iets anders heb aangebracht. Zodat het toch een beetje matteert. Maar hier zo rond mijn jukbenen laat ik het wel voor wat het is eigenlijk. Althans, daar ga ik met een andere poeder overheen. En dat is een bronzer. Ik had echt even alles klaar moeten leggen, maar oké. Dat is deze bronzer van NARS. Dit is de Laguna bronzer. En ik heb hem met een klein glittertje erin. Ik wist niet dat er ook een matte bestond. Ik zou de matte ook op zich wel willen. Maar deze vind ik ook wel fijn. Dan pak ik deze blush kwast van Real Techniques weer. Daar ga ik een beetje mee in de poeder. En dan ga ik gewoon een beetje over de plek heen waar ik net ook de highlighter en de bronzer van Benefit heb aangebracht. En ook een beetje over mijn voorhoofd. Dat vind ik altijd wel mooi. Ik krijg nog steeds super veel vragen van mensen die zeggen, heb je ruzie met Charlotte? Heb je nog contact met haar? Ik heb dat toen een keertje in de video beantwoord, maar voor de mensen die die video niet hebben gezien. Nee, we hebben geen ruzie. Nee, er is geen sensatie. Nee, er is geen gezeik. Ik heb er toevallig afgelopen week nog gesproken en het zit gewoon goed tussen ons. Alleen soms groei je gewoon een beetje uit elkaar en dat is denk ik gewoon bij ons gebeurd. Maar er is verder geen ruzie, geen haat, geen gezeik. Dus alle mensen die uit zijn op sensatie, sorry. Maar dat kan ik jullie niet geven. Wat beter is natuurlijk. Maar om eventjes alle vragen van iedereen te beantwoorden. Aangezien ik die vraag echt nog steeds dagelijks krijg. Ook onder mijn video soms. Nee, er is geen ruzie, geen gezeik. Alles is prima. We spreken elkaar af en toe nog gewoon. En het is gewoon goed. Dus ja. Waar raak je echt geïrriteerd van? Nou, ik kan dus echt zo snel geïrriteerd raken van het verkeer. Ik weet niet of meerdere mensen dit hebben. Maar in het verkeer kan ik gewoon echt. Even kijken hoor. Dan pak ik een blush. Dat is deze van MAC. In de kleur Warm Soul. Een mineralized blush. Dan pak ik weer diezelfde blush kwast van net. En hier ga ik een beetje over mee op deze plek. Ik heb dus geleerd dat je een beetje alles omhoog moet doen. Zodat je gezicht dan wat gelifter lijkt.
En ik weet het, ik vind blush de laatste tijd echt heel erg mooi. En ik doe het ook altijd een beetje op mijn neus. Want dan lijkt het alsof je lekker in de zon hebt gezeten. Dus dat. Nee, ja, ik raak gewoon echt zo geïrriteerd van mensen in het verkeer. Mensen die dan, dat zij dan een fout maken en boos worden op jou. Dat ik denk, zoek maar, jij mag hier niet eens rijden. Dus voor wat word je boos op mij? Ik rij zelf scooter. En op scooter kan je zoveel vervelende dingen tegenkomen. Bijvoorbeeld van de week had ik. Ik ging de bocht om. Zeg maar, ik ging de straat uit en wilde het fietspad op. En er kwam een fietser me tegemoet rijden. Maar hij mag helemaal niet aan die kant rijden. Hij hoort gewoon aan de overkant. Dus ja, ik zag die fietser niet. Want als ik de hoek omga, ik kan niet vanaf de hoek al kijken wat er aan de zijkant aankomt, zeg maar. En daar hoort ook niks vandaan te komen. Dus hoef ik in principe ook niet te kijken. En toen ging hij helemaal op mij lopen schelden dat ik voorzichtig moest doen en dat ik moest kijken. Dus op zo'n moment kan ik me dan echt niet inhouden. Zeg ik ook, ja, je mag hier deze rijden. Weet je, zo. Dat ik denk van, ja, hallo. Jij bent hier degene die fout zit. Je hoeft niet mij te gaan aanspreken hierop. Maar oké. Dat zijn mijn irritaties. Ik irriteer me vooral heel erg in het verkeer daarbuiten. Irriteert me denk ik niet heel veel. Ja, tenzij ik honger heb, dan irriteert me ook aan alles. Maar oké. Dan een highlighter. Dat is deze. Van MAC ook weer. Soft and Gentle. En daarvoor pak ik deze kwast van Rue Technique. Dat is dezelfde als die ik gebruik voor mijn poeder. Maar ik heb twee verschillende, omdat ik niet glitters onder mijn ogen wil. En hiermee ga ik gewoon een beetje over het stukje heen wat ik net ook al had gehighlight. Wat zijn je plannen voor de zomervakantie? Nou, tot vandaag was er natuurlijk nog niet heel erg onzeker over wat allemaal zou mogen en zo. Nou, nu is een deel van Spanje weer open. Dus ik zou heel erg graag, of nou, wij willen heel erg graag met de meiden zo een keer een dag. Maar willen we heel graag met Sierra naar Marbella. Althans, dat is wel het plan. Dus we hopen dat dat door kan gaan. Nou, ik ga natuurlijk volgende week naar Ibiza. Zin in. Dus ja, met Miel weet ik het eigenlijk niet zo goed. We wilden heel graag vorig jaar naar Curaçao, of naar Curaçao, naar Bali. Daar hadden we ook allemaal tickets voor geboekt en zo. Maar door corona is dat toen natuurlijk niet doorgegaan. Maar ik denk niet dat we dit jaar naar Bali gaan. Ik denk dat we dat nog een jaar gaan uitstellen. Omdat als ik naar Bali ga, wil ik wel gewoon alles eruit halen wat erin zit. En niet dat ik de helft niet kan doen, omdat de helft nog dicht is vanwege corona. Dus dan wacht ik gewoon niet voor een jaartje. Oké, even tussendoor. Ik pak nu een andere beauty blender, een droge. En die ga ik een beetje nat sprayen met mijn setting spray van MAC. Zodat die een beetje vochtig is, niet te veel. Als een schoen van je spray. Maar wat ik dan doe is, hij is nu een beetje vochtig. En dan ga ik over mijn wang heen, waar ik net alles heb aangebracht. Ik weet niet, voor mijn gevoel zit het dan gewoon veel mooier met make-up. En lijkt het ook gewoon veel natuurlijker. Gewoon alsof ik niks op heb, zeg maar. En dat is wat we willen natuurlijk. Althans, dat is wat ik wil. Dit doe ik trouwens wel pas echt als ik alles heb aangebracht qua poeder en producten. Dit doe ik echt als laatste stap. Dus dat. Dan, volgende vraag. Even kijken of ik een leuk kan vinden hoor. Oh, dit is wel grappig. Hoe is jullie vriendinnengroepje tot stand gekomen? Nou, voor de mensen die mijn vlogs wel eens kijken. Sorry. Die weten dat ons echte close vriendinnengroepje eigenlijk uit vier meiden bestaat. Zoe, Dagmar, Keer en ik. En hoe die is ontstaan, ja. Ik ga eerst even de volgende stap doen, anders blijf ik alleen maar lullen. Ik ga mijn wenkbrauwen bijtekenen. En dat doe ik met nog steeds het wenkbrauwsetje van Catrice. Die gebruik ik echt al, nou, sinds de tweede of zo. Niet deze, maar wel gewoon dit product. Met dit kwastje van de Kiko. En dan borst ik ook gewoon mijn wenkbrauwen door. En dan volg ik mijn originele vorm eigenlijk. Ik doe niet heel veel bijzonders met mijn wenkbrauwen. Maar oké, ik zal even uitleggen hoe iedereen elkaar een beetje kent. Dagmar en ik die kennen elkaar het langst. We kwamen bij elkaar in de klas in groep 4. Of nou, eindgroep 3 eigenlijk. Ik kwam toen naar de basisschool waar Dagmar zat. Ik was verhuisd. Toen ging ik naar die basisschool, toen kwam bij Dagmar in de klas. We waren nog niet gelijk beste vriendinnen. Of überhaupt vriendinnen. Dat kwam pas een beetje eind, midden vierde. En in groep 5 gingen we wel echt heel goed met elkaar om. Was er altijd nog een derde meisje bij, Mie. We waren altijd met z'n drieën. Superleuk was dat altijd. En toen zat mijn broertje ook daar op school. En die zat bij Biba in de klas. En Biba is het nichtje van Zoe. En ze kregen Biba en Sam een relatie.
nou, relatie. Die kreeg een verkering in groep 4 of zo was het. En zo leerde ik Zoe dus kennen. Want ik ging toen een keertje... Zij had toen de verjaardag van Biba. En toen waren we ook uitgenodigd, zeg maar. Mijn ouders, Sam en ik. Of mijn ouders en ik waren ook, mochten ook komen. En toen was Zoe daar dus ook. En Zoe en ik waren van dezelfde leeftijd. Zoe zat 1 jaar onder mij op de basisschool. Zat ook bij mij op de basisschool. En toen leerden we elkaar eigenlijk een beetje kennen. En dan als je iemand een keer hebt gezien, kom je diegene natuurlijk ook soort van weer vaker tegen daarna. Omdat je iemand herkent. Dus we zagen elkaar ook veel op school. En toen zijn we eigenlijk, ja ik weet niet, toen zijn we gewoon gaan afspreken. Want het klikte wel. En toen kende ik Zoe, zeg maar. En Dagmar en Zoe, hoe die elkaar kennen, is ook gewoon van de basisschool eigenlijk. Die gingen toen op de basisschool nog niet zo heel goed met elkaar om. Dat kwam toen later. Toen een beetje, denk ik, tweede klas, zoiets. Nee, later. Derde klas, denk ik. Ja, in ieder geval, op de middelbare school gingen ze weer beter met elkaar om. Op de middelbare school was ik ook nog steeds heel erg goed met Dagmar. Toen zag ik Zoe wel wat minder, want ja, we waren allebei naar een andere middelbare school gegaan. Hadden allebei hele andere vrienden. Zo, dat kwam er heel lastig uit. Hadden allebei hele andere vrienden, maar we hadden geen ruzie of zo. Of we zagen elkaar gewoon veel minder, spraken elkaar gewoon veel minder. Nou, toen kwamen Dagmar en Zoe een beetje samen in contact. Toen heb ik Dagmar ook een tijdje niet gezien, omdat, ja, ik weet niet, we hadden gewoon een beetje gedoe. Dat was het jaar dat zeg maar, ik gezakt was voor mijn examen en dat zij naar het mbo ging. Toen hebben we elkaar een tijdje niet gezien, wel af en toe gesproken. En in die tijd gingen Dagmar en Zoe er heel veel met elkaar om. En toen ik naar het mbo ging, ben ik eigenlijk weer een beetje soort van teruggekomen. Toen ging ik ook weer meer met Zoe om. Ging ik ook weer meer met Dagmar om. En toen ik op het mbo kwam, leerde ik dus Keer kennen. En ja, op die manier is eigenlijk Keer er een beetje bijgekomen. Toen zijn we een keertje gaan afspreken met z'n allen. En toen klikt het eigenlijk tussen iedereen echt super goed. Toen zijn we ook nog naar Caruela geweest 2 jaar geleden op vakantie. Nog met Romy erbij. Romy die zat weer bij Dagmar in de klas. En die kende Keer weer van de hockey al heel erg lang. Dus zo kende iedereen eigenlijk een beetje. Dus dat is wel grappig. En uiteindelijk ben ik echt super blij met het groepje wat we nu hebben. Het is gewoon, iedereen staat gelijk aan elkaar. Er is niemand die zichzelf beter voelt of... ik weet niet, er is gewoon heel veel, hoe zeg je dat, respect of zo, eerlijkheid. Dat vind ik gewoon heel erg chill. Er is niemand beter, er valt niemand buiten, er is niet een tweetal. We zijn gewoon echt met z'n vieren, of alleen zeg maar. Het is niet dat die drie beter zijn dan die drie anderen of zo. Ik weet niet hoe ik dat kan uitleggen, maar we zijn gewoon heel erg gelijk aan elkaar. En ja, ik vind het gewoon een heel erg fijn groepje wat we nu hebben ontwikkeld, zeg maar. En daar ben ik ook heel blij mee en dankbaar voor. Want er zijn gewoon heel veel mensen die dat niet hebben. Die niet op vrienden kunnen terugvallen. Die niet zo'n groepje hebben. Dus ik ben heel blij dat ik dat wel heb. En daarmee willen we dus ook weer op vakantie. Oké, ik heb mijn wenkbrauw gedaan. Nu ga ik deze brow soap gebruiken van The Brow House. Ik hoop trouwens dat deze camera al heel de tijd aan het scherp stellen was op mijn hoofd. En niet op deze spiegel. Wat ik daarmee doe is, ik pak mijn setting spray weer en ik doe er 1 spuitje in, zodat hij een beetje nat is. Ik vind het niet echt lekker als het helemaal doorweekt is. En dan ga ik er met het kwastje zo doorheen. Dat er gewoon van de zeep op zit. En dan ga ik gewoon door mijn wenkbrauwen heen, ga ik ze gewoon kammen. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje hoe we een vriendinnengroep zijn geworden. Hoe iedereen elkaar heeft leren kennen. Dus ja, dat eigenlijk. Ja, dat was het verhaal wel. Niet een heel bijzonder verhaal. Gewoon school eigenlijk. Dan gaan we door naar de ogen. Ik heb eigenlijk niet echt zin om iets van de oogschaduw op te doen. Dat doe ik ook niet heel vaak. Wat ik wel soms doe, dat kan ik wel even laten zien. Ik doe sowieso even lipbalsem op. Ik gebruik deze van Blistex. Deze is zo intens lekker. Deze ruikt dus naar vanille. En je wilt het gewoon echt opeten als je dit ruikt. Het is echt heel erg lekker. Zou ik nog eventjes een vraagje beantwoorden? Dit sluit op zich wel aan bij de vorige. Ze zeggen altijd dat beste vriendinnen elkaar eerst een bitch vonden. Is dat bij jullie ook zo?
Nou, bij Dagmar Zoe niet. Ik denk dat we daar ook echt nog te jong voor waren om überhaupt te weten wat een bitch was. Dus ik denk het daarbij niet. Bij Keer, nou, ik vond Keer niet een bitch. Ik vond Keer alleen best wel pittig, zeg maar. Maar ik kon het al echt na een dag al vinden met Keer. Keer en ik liep ook samen stage. Dus we zagen elkaar gewoon 5 dagen in de week. En het klikte altijd super goed. Ik dacht wel dat Keer pittiger was. Maar als je Keer echt kent, is echt super lief. Nee, maar ik heb dat eigenlijk bij hun niet echt gehad. Als ik het bij een van de drie gehad zou moeten hebben, zou het dan denk ik bij Keer zijn geweest. Want ja, Dagmar in groep 4, sorry, maar toen wist ik nog niet eens wat een bitch was. Even kijken, dan, als ik af en toe wel eens oogschaduw op doe, is dat niet heel bijzonder. Maar ik heb hier 2 paletjes die ik wel eens gebruik. Eerst deze van MAC. Deze vind ik echt super mooi. Met van die oranje kleurtjes allemaal. Ik weet niet, ik vind oranje bij mijn ogen wel mooi staan of zo. En deze van NYX. Die heeft ook weer een beetje dat soort kleurtjes. Dus soms gebruik ik die wel eens. Maar als ik echt gewoon heel basic wil, dan pak ik deze blush van MAC in de kleur Harmony. Dan pak ik een oogschaduwkwastje. Deze weer van Rue Techniek. Zo'n klein crease brushje. Dan ga ik ermee in de oogschaduw. Oh, trouwens. Ik heb ook nog deze. Deze gebruik ik ook wel eens. Die is iets minder warm, zeg maar. Dat is deze oogschaduw van MAC in de kleur Soba. Pak ik een van deze 2. Ik ga er meer zin in hebben. Nu doe ik deze blush. En daar ga ik gewoon mee in mijn arcadeboog. Dat er gewoon een beetje een soort van diepte in mijn oog komt. Maar verder ja, doe ik niet echt iets heel bijzonders eigenlijk. Zo. Heel erg basic, maar prima. Dan pak ik mijn mascara. En mijn oogpotlood. Ik gebruik echt al... Dit is niet de goede oogpotlood, deze is niet geslepen. Ik gebruik echt altijd oogpotlood, want ik vind gewoon dat als je oogpotlood gebruikt, lijkt het alsof je gewoon meer wimpers hebt. Lijkt gewoon voller. Ik vind het gewoon mooi. Dus ik doe dat altijd op het bovenste lijntje bij mijn waterlijn. Ik doe het potloodje gewoon tussen mijn ogen, doe ik hem dicht en dan ga ik heen en weer. Ik doe dit volgens mij ook echt al super lang, maar ik weet niet, het werkt gewoon voor mij en ik vind het gewoon fijn. En dan heb ik dus sinds kort deze nieuwe mascara van Maybelline. Het was echt een hele TikTok-hype deze mascara voordat hij überhaupt uitkwam. Of überhaupt in Nederland te verkrijgen was. Maar ik vind hem echt heel, heel, heel erg fijn. Hij is bijna op, dus ik moet eventjes een nieuw kopen. En ik denk dat ik voor vakantie ook misschien wel een waterproof ga kopen. Of vind ik waterproof niet heel chill. Maar goed, wat ik doe met mijn wimpers, want daar krijg ik super vaak de vragen naar. Ik heb hier een spiegel. En die kantel ook een beetje naar beneden. Zodat ik zeg maar vanaf onder kijk. En dan ga ik gewoon vanaf onder mijn mascara aanbrengen. En ik doe altijd alleen boven mascara. Want ik vind het nooit zo mooi om onder mascara te doen. En ik zou echt willen dat ik echt een goede truc had voor jullie om dit ook te doen. Om ook je wimpers zo te krijgen. Maar ik zou echt... Ja, ik weet niet. Ik heb gewoon echt heel erg veel geluk met mijn wimpers, denk ik. Dan ben ik eigenlijk altijd wel een beetje klaar. Soms als ik dan inderdaad nog een foto ga maken, dan wil ik nog wel eens deze lipliner pakken van MAC in de kleur Dervish. Dit is gewoon echt precies de kleur van mijn lippen. En dan vind ik het wel eens mooi om daar een lijntje mee te zetten. Ik heb natuurlijk net lipbalsem opgedaan, dus dan smeer ik dat een beetje uit. Pak ik het lippotlood en daar ga ik gewoon een lijntje mee zetten rondom mijn lippen. Ik overlijn mijn lippen niet echt of zo, want ik vind dat altijd best wel een soort opvallen. Maar je maakt gewoon de randjes van je lijn wat strakker, waardoor je lippen gewoon meer contrast hebben of zo, weet ik hoe je dat zegt. Dus het lijkt gewoon wat voller. En dat vind ik altijd wel mooi staan. Je ziet niet heel erg veel verschil, vind ik. Maar ik vind het altijd wel mooi. En dat was eigenlijk dan mijn make-up, hoe ik dat doe als ik bijvoorbeeld foto's ga maken of een feestje heb of uit eten ga of iets leuks ga doen. Ik heb uiteindelijk volgens mij niet echt heel erg veel vragen beantwoord, maar ik hoop toch dat jullie het een leuke video vonden. Vond je het nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet een leuke reactie achter te laten in de comments. Vertel wat jullie favoriete beautyproduct is en wat ik zeker nog moet aanschaffen als ik dat hier nog niet heb gebruikt, als ik het nog niet heb liggen. Want ik ben de laatste tijd echt super geïnteresseerd in make-up. Ik vind het gewoon super leuk om video's te kijken. Dus ik wil ook graag wat nieuwe dingetjes uitproberen. Dus hebben jullie nou leuke tips? Laat het dan eventjes weten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!